Max, na een winterperiode waarin een schitterende stage zat in Zuid-Amerika, zijn jullie weer in Papendal begonnen. Even kort, hoe staan jullie ervoor? Heel goed. De periode van Rio en Argentinië lijkt ver weg te zijn, maar eigenlijk was het maar een maand geleden. Het geeft aan dat het gevoel om samen te zijn is heel groot. En we willen gewoon graag samen zijn zoveel mogelijk. En, we konden deze week officieel beginnen met trainingen. En, helaas het weer is niet enorm mee geholpen, maar we kunnen altijd een oplossing vinden voor onze trainingsdagen. Dus gaat goed. Trap 2. Je haalt eigenlijk meteen al het woord gevoel eruit. Ja. Gedrag en gevoel is een belangrijke visie van jou. Hoe belangrijk denk je dat het gaat zijn op de Spelen, hè? Dat het daar ook vooral mee goed zit? Bij het mannenhockey er zijn zeker een zestal teams, daar gaan spelen echt voor de medailles. Met een paar gevaarlijke outsiders. En ik denk dat we zijn overtuigd als groep, staf en spelers, dat eenmaal iedereen aan de Rio gekomen, elke team, zullen topfit zijn. Zullen hun spelers altijd goed zijn, hun corner goed en de rest. Waardoor gedrag gaat vermoedelijk de medailles bepalen. Gedrag niet zozeer voor me tegen de scheids aan schelden, maar gedrag in je keuzes, gedrag in je uitvoering, gedrag in het volharden aan je keuzes. En dat zou vermoedelijk het verschil zijn. Tijdens het spelen komt ook een hoop stress op de jongens af, ja. Het drukke schema. Het is daar überhaupt hectisch, kan het daar zijn. Ja. Hoe train je die factor stress? Nou, er zijn verschillende elementen en verschillende dingen. Zowel dingen dat in de context van het veld moet gaan gebeuren. Dingen dat buiten het veld moeten ingericht zijn. Soms is het zo gek als je kan bedenken, of zo simpel als je kan bedenken. Maar bijvoorbeeld, we hebben trainingen gedaan waardoor, oké, training is afgelopen. Opruimen, ze gaan zitten. En binnen, oké, jongens, binnen een minuut gaan we weer starten. Daar gaan de ballen. Dus ze moeten gewoon van spullen uit, spullen aan, weer gaan starten. En dat doen we misschien 2-3 keer in een training. En dan ga je ook denken als speler van, goh, weet je, wat is het? Is het gestopt? Dan gaan we gewoon zo door. En zo simpel kan ook zijn. En wat wij hebben gewoon gemerkt van de groep is dat alles wat wij hebben aan ze gegooid. In die kader, om even ze van de waarheid brengen en een beetje te gaan vanaf externe prikkels te gaan binnenbrengen, hebben ze heel ruim aan voldoen. Niemand heeft meer zitten zeiken als het, of zitten piepen als het de bus te laat is, expres, of de eten niet klaar is, of de training gewoon gaat langer duren, korter duren of niet is, of anders is. Ze gaan wel met hun taak verder en dat is wel leuk om te zien. Is dat ook een belangrijke kwalificatie-eis voor jou bij het kiezen dadelijk van jouw definitieve groep? Je kijkt natuurlijk naar de hockeykwaliteiten, maar natuurlijk ook naar dit soort kwaliteiten. Ja, ik kijk naar alles. Ik kijk naar de hele omvang van mijn speler. Alleen ten alle tijde gaat het eerst om hockey. En dan moeten ze allemaal goed zijn. En in staat zijn om te kunnen excelleren in de Olympische Spelen. En daar is de reden waarom ze gekozen wordt. En daarna die extra's over gedrag zijn belangrijk, maar niet bepalend. Omdat op dit niveau, op dit moment, hebben we in het team geen enkele speler dat eigenlijk dat niet aan voldoet aan de juiste gedrag vertonen. Dus wat dat betreft, dat zou geen issue zijn. Heb je het gevoel, hè, elke ochtend als je hier op Papendal aankomt, dan zie jij die teller staan. Je maakt er ook af en toe een foto van op Instagram. Ja. Heb je het gevoel dat het een race tegen de klok is? Of zitten jullie lekker op schema? Beide. Dat zoals altijd. Hè. Je wil altijd meer tijd hebben met je spelers. Onze contextuele situatie is dus wel dat dat we deden in deze periode de spelers met de clubs. En dan moet je vertrouwen dat de spelers gewoon voor zichzelf gaan kiezen. Niet voor mij, niet voor de club, maar ook voor het beste voor hun is. Is het mentaal, is het lichamelijk, is het gewoon voeding technisch. En dat ze goed zijn, zowel zondag en als bij ons door de week. En de utopie, misschien voor onze situatie, dus je zou graag willen ze hebben, dus elke dag bij je. Is dat dus niet zo, maar het is niet erg. Ik zie ook wel eens een kans daarop, waardoor we zitten goed voor en we moeten zorgen dat de volgende 6 weken in Papendal dat wij vooral in onze kaders gaan doorstaan is gewoon groeien. Dat we niet beginnen bij specifieke trainingen op 9 juni, dat we wel veel verder zijn dan waar we nu zijn. Dan ga je pieken eroverheen gaan, dat is wat je wil. Hè? Dat extra hebben in Rio, dus we moeten zorgen in deze periode dat wij een goede keuze gaan maken, een goede werk gaan verrichten. Misschien niet zozeer hockey inhoudelijk, maar wel op andere gebieden.